Dag Sean, moe en wanneer zit je geboren? Ik ben geboren de 6e november 1938 in Duras. En bij wijvel word je Turus? Februar bij vieren, nu ik wel de jongste was en de meest bedurven. En worden de ook inwonende grootouders bij Uraas? Nee, er was wel een oom van... Het broer van mijn moeder was er inwonend. Die mens, dat was een jonkman. En die kreeg geregeld de vallende ziekte. En mijn ma, hij zich toen even ontfermd. Hè. Maar die hielp goed mee, die kost goed werken en alles. Hè. Ja, hij hielp in de plantage, en hij hielp bij de bieten, en hij hielp alles. Zeg, ja, Oeraas, wat doen die van beroep? Mijn aas. Mijn pa die was bloemkwekker en mijn ma die had ook bijna nog een klein boerderij. Dus van een porka, in de geverken, henne en zo. Zo. Kleinschalig. En je zegt hoe de pa was bloemkwekker. Had die ook al een tracteur? Of? Pjaat. Dat ook allemaal met pjaat. En waar begon zijn werkdag? Begon dat 's morgens vroeg? Ja, die goed betijd. Ja, en de zwaarste tijd dan was als de moest geoculeerd werden, als de schuitposten opgezet werden. Want dan moest de vee ook meedraaien. En dan was dat smiddags vroeg, onder de noen. Die nam ons buikjes mee, hè, want geen tijd verliezen. Hè. Rechtstonden had hij dan. Ik had nog niet uitgepakt, zei hij al. Kom er spoedig, hè, als je achter me zet. Rechtstonden, sloek, sloek, sloek binnen. En dan was terug werken. Hè. En wat moet je dan juist doen? Daar ben je, hè. Wij doen dat. Oh, bij Rafia. En hoe mama, haar werkdag, wij zat die in eigenlijk? Oh ja, pas op, dat kost wel vroeg. Er moest gemolken werden, en er moest dit en er moest dat, en de beesten moesten verzorgd werden. Hè. Maar dan, ik ga ook twee zusters in het huis worden. Hè. En die zijn nog niet zo vroeg in huis uitgegaan. Die worden ook ingedrukt. En dan mijn broer, hè. Dat was ook de fruitman. Hè. Ja. Die had de tuinbeschouw gedaan en die moest dan helpen in de plantage en bij plukken, bij ongeleren en ja, al wat er bij hoorde dus. Hè. En mochten uw mama ook zelf boter? Ja. Zij had dan een boterrol? Die een melkmachine dus en die een boterdenge, een kaap of een rol, wat zeiden ze er tegen? En je zei, uw broer die moest helpen in het fruit, ja. Tijdens de pluk. Wij wenden, had je eens kezen of wat? Wat, veehamen, ja, dat was slechts dan. Dus surtout appel. En dan nog een beetje kezen en pruimen, peren. Wij dat ook dus op hoogstam. Maar dat was totaal bijzaak. En hoe verkocht het fruit? Hoe wenden dat verkocht? Hetgeen dat ze niet kan me afhalen, dat deden veel op de merk. Toen centraal was nog iedere week een merk. Hè. En bij komt je de wijn, hè? Oh, geloof me, pakken zakken met de vellen. Hè. Goed dingen aan kunnen zo een VZV doen. Ik had mijn vaste klanten. Hoe lang duur was ik toen zelfs voor een pijtselman aan het verkopen van Loksbergen. Toen was ik in contact gerokt. En die kwam dan pinten drinken en die zei, hè, je verkoopt hè. Dat is de minimumprijs en al wat je meer hebt, dat is vroeg. En je zei, je mama gaat zo wat beesten, de nieuwe zijn halen. Wij gaan dan dat? Heb je er ook moeten aan helpen? Toen heb ik ook moeten aan helpen en dan dossen nog. En wij gaan dat? Dat wordt bij de pikken, dat moest dan zijn schuiven, dat moest opgebongen worden. Daar wordt een maandel van gemaakt, dat wordt opgezatten dus. Hè. En als je dan je vuil gelak had met het weer, dan was er aan breuken, kon ze hebben en alle bij de wagel dus. Wij schuwen opgetast, dan zetten we dat thuis in en dan zakken we dan de tas. Wat is dat, een tas? Een tas moet dat opgetast worden, dus dat krijg je dus. Dat is een soort schuur? Ja, een schuur, ja. Ja. En dan ja, was het een tijd over te dossen en dan moest ook iedereen helpen. Hè. Het koren van het kaf scheiden. Hè. Ja. Dat was dan toch zware arbeid toen? Dat was zware arbeid, ja.
En als dan dat slecht weer was, moesten hij maandags terug uit te inleggen. Hè, dat is het ook gekost. Want als hij te lang stond, dus, bijna wat ik had, dan stond er dus een groen schuit op. Hè. Ja, dan was het de terf naar de knoppen of wat was. Toen was wel een beetje, je moest vuil gelakken. En daarna moeten de mensen ook exact heel vuil gelakken hebben, ook bij het weer. Hè. Ja. Ja, het is de nagel, het is allebei zijden. Hè. Dat zou de Rolander ook wel zeggen. Zeg, Joe, hoe zit je in de school geweest? Eerst in Duras, aan de Universiteit van Duras. Tot de 6e jaar. Hè. En dan ben ik 1 jaar naar de Broeders geweest. En dan ben ik naar het college geweest. Op Stierorberg. En had je geen Duras aan de Universiteit zat? Wij gooien je naar de school. Te voet, op mijn klonken. Ja. En in de school, wat schreef je door? De griffels. En? Ja, griffels. Potlood op lange deur, dan op lange deur pennen. Hè. Bikken. En in de boek, of had je daar anders voor op te schrijven? Een lei. Een lei. En krijg je les van de meester, een juffrouw, een non? Ik heb les gehad. Eerst een beetje van een juffrouw Lardinois. En dan heb ik vanaf het 4e studio zeker, was toen een meester, Clément Gruwels, van de Kolobos afkomstig. En die gaf ons dan, het 4e, het 5e, het 6e en het 7e studio bedienen. En dat wordt dan goed ingedeeld en gezegd. Die les was gedaan, terwijl hij had er ook al dingen gegeven en taken gegeven. Ja. En wie was de verstandhouding beoefende meester of beoefende juffrouw? Oh, de verstandhouding. Die was heel goed. Maar ik heb toch wel een paar keer tegen het bord gevlogen. Voilà, wat had je toen gedaan? Ja, van alles. Ik was ook zo'n beetje, ja, de deugniet ook. Hè. Toen hadden we de vier zaten dan. Dat was een boerderij op Dorpsplein met de kapelmesten, ja. Door tegenover, dat was een grote boerderij. En daar had een groot lokaal ter beschikking. En daar gaf die meester les. En dat was een houten vloer. Ja. En ik weet nog goed, op een dag, ik heb een compagnon op Paul Moens, en het boek eerlijk had super pot gescheurd, een klein stukje. Ja. En dat allemaal door de rij die kelder laten invallen. Toen kwam Celine eens het klaslokaal binnengevlogen. Nou, moet ik even zien. Meester, kom eens zien wat hij heeft gedaan. Heb. Ja. Het luiknipje is door, was het. En door zat de vee. Ja. Ja, maar ja, ik moest daar niks zeggen. Want als ik zeg, ik heb straf, dan moest ik het dobbel nog bijschrijven. Als ik zeg, die heb ik door een mot gegeven. Dat is niet dat ik na. Hè. Dan krijg je er nog een paar bij. En dan zit je vandoor in Centraal naar de Broeders gegaan? Naar de Broeders, Ior. Wat je toen gedaan? Ior. Wie doe je ze even? Wij kunnen dat je toen maar een Ior gezeten hebt. Oh, wij dat kwam. Naar het Schent was dat gemakkelijk voor mij. En het bestuur Luk zei, toen waren we goed bij thuis. Die zei, laat hem naar het college gaan. Ja, ik deed er niks. En ik had er in de 90%. Ik kon ook in huis bij me gaan. Hè. En dan zijn ik naar dingen geweest. Ik zeg, maar dat moet ik een slap afleren. Hè. Ik doe nog college. Hè. En dat is de Latijnse. Ik vergeet het nieuws. We zaten er bij 62. In één klas. In een leraar. Spiroeke, Moons. Die is een trimester. Examen. En ik kan thuis. Bij 62%. Toen heb ik ook alle hoeken van de kamer gezien. Maar toen heb ik nieuws, niet meer vuil, meer gols. Ik leerde altijd dat het juist genoeg was. Dan zeg ik nou, tegen de gasten, dan denk ik, wat heb je? Ja, ja. Dus, ik zeg, je moet leren voor 50% houden. En al wat je meer hebt, moet je afgeschreven. Dat deed ik wel goed, afschrijven. Ja, dat komt je goed. Ja, ja, ja. Ik zorg er altijd een hele goede leven mee gehad. En toen heb je ze genoeg bijgepakt? Nee, iets, ja. Toen nog tegenslag, echt hoor. Dat was beduizend, dat was de enige dat geen dui. En de vijfde Latijnse? Nee, ja,
tijd aan het dansen. En dat worden onregelmatige werkwoorden. En de examens worden gedaan en dat was een geruzemoes in de klas. En toen zei die professor, dat was ook Sperukke. Wagden zei er, ik ga nog een paar vragen bijgeven. En toen gaf hij zijn van die onregelmatige werkwoorden. En ik had als speltijd pas, een kwartier verder dat het examen begon, had ik daar nog het geschreven. En dat papier in mijn test. Ik zeg, godverdomme. Ik zeg, het zal wel juist zijn, maar ik ga het toch eens controleren. En ik zit aan de venster in dat papier. Ja, ik zet me goed van achter op mijn, ik leg dat papier op mijn knie. Een klein wensje, we lagen in de middel van de dingen. Zo. Ja, pop, zijn voet erop. Even vuurijzer. Mijn dingen erbij, dus mijn papier. Ze zei er, dat is gemakkelijk. Grond zit op, uitgevangen, zei er. Een rode stift, een kruid en een lot met bloot. En nu het college, wat je toen gedaan? Niks naar mij. Zit je toen gaan werken? Ik zit toen gaan werken. En moet je toen werken? Ja, hoe heeft u gewerkt? Bestafkanal. Goed plakken. Ah, en het fruit? Het fruit, hoogstand plakken. Nogal bij Foes en Nos, maar ook, het wordt ook nogal geplakken. Kost ik goed. Zo. En dan, op een dag, kom terug bestuurlijk thuis binnen. Zeg, zei er, ik heb denk ik werk voor ogen. Dus je moet onmiddellijk naar de kredietbank gaan, zei er, wat ik doe aangeven. Ik zei naar de kredietbank gewoon, even ter nood zijn ik naar Brussel met een examen gaan doen. En ik mag beginnen. Ja. En toen zit je gebleven tot ander pensioen? Toen zit ik altijd gebleven. Ik heb op al die tijd, de 35 jaar dat ik gewerkt heb, zeg ik nog 37, ben ik misschien een half jaar in Hassel geweest. En dat was dan nog voor extra studies, dus van, like van wisselportefeuille of hetzelfde wat, dat doe uitgebreider was als de Centra. En dan ben ik op lange duur op de kredietafdeling in het Centra terechtgekomen, dus ben ik nu eens met afgegaan. Ik moest mensen geld bezorgen. Mensen die geld te vuil hadden, moest ik ze zien te beleggen. Dat was wel een artikel zo. Zeg, en Turresboeraas, werden er ook zelf geslacht? Ja. Ja, ja. En wie kwam dan voor de slachten? Dat was een man van Groze. Dat was zo'n gezeten slachter aan, die kwam dat doen. Ja. En weet je wie dat ging? Ja. Zeg het. Ze sloegen dat verken. Met een dikke hamel voor de kop en dan lag dat door en dan wordt dat gestoken. Bij een heel lang mes en dan vloog het bloed te waar. En pakten ze, hielden ze dat bloed? Ja, ja, per bloedpens. Hè. Ah, ja. Ja, dan wordt dat opgesneden. Toen was ik door, was ik zo met zot van ze. Nee. En hoort mijn man ook dezelfde bloedpens? Ja, ja, ja. Een huurkeers, zijn gevee, ja. Gekapt. Dat de vrouw kon alles maken. En weer bewoorden ze dat vries, want er was geen diepvries vroeger. Nee, meestal, ik weet dat het een werkenskaap was. Hè, dan de pikkel met de zaad, dood en bewoord, zeker. Hè. Ja. Ja, en dan van de hespen, die worden dan geruikt nog eens. Hè, dat is dan ook. Hè. En de rest moet je nog een klok opgetten. Want daar zat een goede eters. En heb je ook catechismus moeten volgen? Ja, ja. En ben je gewoon daar vroeger? Dat was uit de Wilder in de kerk. Hè. Moet je direct naar de mest gaan? Ik moest iedere dag gewoon. Iedere dag? Ja, ik was mestdinder. Dat zie je net toch nog aan me gaan. Ja, 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 ja. Nee, ik was mestdinder. Maar dat was toen zo. De commune moesten doen. Die moesten iedere dag, allemaal iedere dag gewoon. En toen kreeg je examens van. Ja. Want ik weet nog zelfs hoeveel punten dat ik haal op mijn catechismus. Hoeveel had je? 116 op 120 en ik was niet de eerste. Oh! Rijn van Jukke dat we zijn, door de NS, die had 120 op 120. Die had dat nog feller geleerd. Die had geleerd, ja. En die had niet geleerd. Is uw vels daar. Zeg, en vroeger was hij ook processie in het dorp. Ja. Zit je toen bij mij geweest? Ah ja. Ja, ja, ik heb de
het minder kind Jezus mogen spelen. Oh. En dan kreeg ze een bal. En dat was de wereldbal, dat iemand zich aan de haken. Dat was goed kleed aan, hè. En dan vertrokken bij die bal en dat was saai, dat je vond van hè. En dan wilde er vertrokken zijn tot het raste, de kapelle, en moest ze terugkomen. Ik denk dat die bal dan van mijn hand viel en dan kon ze die olie pakken. Zeg, ja, wie heeft je in feite uw vrouw leren kennen? Ja, wij hebben die vrouw leren kennen. Ja, ik was een beetje ook een strato, dus en ik was bij de Girmer, ik was bij alles. En ik kante dan wel. En dan via, ik wilde de lief trouwens ook. Daar heb ik de wagen een beetje op spur gezet toen. En ik weet, mijn eerste afspraak, daar had ik op de Prinsesse en Hakenduiver. Dat was wel een moeilijke dag die ze de vrouw mocht doen. Dus, dat is Poos zeker. Hè? En Poos hebben Mil, de café vroeger, door goed getuiteld, laat thuis gekomen. Dat is morgen natuurlijk niet uit mijn bed. Hè. Dat was ook al een heel stuk te laat. Moet ik mos zijn, toen zat niemand meer mee. Allee, toch zelfs. Ik zeg, ja, er stond een tent aan door, de tent opgewaffeld, ja, en daar heb ik ze teruggevangen. En zo, toen is dat zo blijven, pop, 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 pop. En had je dat durven trekken, zeg? Ja, of spraak je zo af achter de kant? Nee, dat was eigenlijk de dumme deze, met het schoen, maar... Dat was super, niet zo. Nee. Nee, maar met schoen, maar pas op, hè. Ik moet toch wel zeggen, ik en die worden... Ien, hè. Ja. Ien, hè. Ja. Want dat zijn, ja, bij zoveel kenger. Als ze een bos stof hebben voor een lief kleed, of een jas of hetzelfde, dan mag ze dit zijn trui zijn, hè. En zeggen, ja, dat is ook een eigen dag schoen. Maar weet je wat, ik heb misschien eens terug bij mijn schoenen zijn. En als ik dan zei, hè, dat schoenen, dan nam ze dat. Dan nam geen vrouw in mij, hè. Ik moest dat kiezen voor haar. Want vroeger was ook geen televisie of geen radio. Wat doen de mensen dan s'avonds? Wel, s'avonds, dat was een trast toch zo, en dat was alle kanten zo. En de derpen, dat was een verzamelplaats. Lekker een trast, doe een beetje verder als thuis, met de trappen op zijn. Dat is het te wielig aan het vol. Dus dat er altijd een mans bedienen en dat dingen. Dan worden ze 2-3 plakken per dorp. Toen kan iedereen bedienen. Je moest geen gezet hebben, want je wist alles. Die werkte door, die werkte door, die wist dit en die wist dat. Toen wordt het niet geschreven. Dat was plezant. Dat was heel plezant. Dus die hoofd was daar zonder dat het wist. Hè. Ja, en de jeugd, ja, veel zat dan vallen op de dorpsplein door. Hè. Kattenkoot uit alle zeker. Dat was dan zo, ja. Wat doet je dan als kattenkoot? Oh. Ja, wat doet je? Ik ga er door een beetje belken trekken van deze vrouw en dan, ja. Zeg, Jo, de oorlog heb je ook meegemaakt. Ja. Wat weet je er nog van? Wat weet ik er nog van? Ik kende de tijd toen nog van de vliegende boemen. Dat was einde ook zo'n beetje, hè. Het boemerdement in Brustum. Toen zat ik in schuil onder de bank. Alles daar voor de zuurzoek, alles. Oh. Ja, en als dat... De pannen van de schuur hier aan het vliegen. En de boomkwekerij. Als dat de kwekerij was, hè. Ja, daar lag de ook in het Wildersveld aan het leste haast. De vliegende boom juist op die hoek. Hè. En door worden de buien allemaal, dat worden hoogstandbuien, maar dat worden allemaal tegen de grote weg of ver tegen de stroot. Als je er door nog een kop van de boom stoot. Door de vliegende bom. Door de vliegende bom. Dat was allemaal van de ijzerdeur, wat de wetstakken van me zeiden. Door de ijzer kon ik laat, zo. Hoe moet je dan schuilen gaan? Veel in een kelder, hè. Veel in een kelder. Die heb ik gemaakt, hè. Wie had die gemaakt? Pa, met die jong die thuis was zeker. En toen zal mijn broer... Nee, door mijn broer niet geholpen. Toen was hij jammer sinds, joh. En toen moet je wel eens inzetten? Ja. Dat was dus de kelder. Bij die farm kon je de kelder in, hè, die lengte. En toen was er een uitgang dan. Hè. Dus dat dan niet recht op de kamer was. En toen lag je dan van die dikke boomstammen op. En toen eit op. Hè.
Ja. Ik heb van zeven meegemaakt, ik had er een puttens opgemaakt en door water gedaan. Maar dat komt er wel door. Dus dat vind ik. En dan mensen van thuis neven, die kwamen de wok schuilen. En die vrouw, dat kwam daar s'nachts afgelopen. Ja, er geld in was dus, en dan lag de oog nog enkel en ik, dan nu zo aan het klik, klik, klik. Ja, ja. Dat was het ook, hè. Ja, dan was de vis gehalen. En had je vol schrik gehad tijdens de oorlog? Ik, toen op die avond had je het besef niet in feite van schrik, hè. Een paar maakte me geen schrik, die had van niks schrik. Nee. Nee. Vol een schrik gehad. Tijdens leven was het hoofdkwartier van de Duitsers. Bij Milken Omloop, just in das, duidelijk kaas. En doen ik het plaat op, dus op die brief. En dat was afgevallen, er was iemand opgenomen, een gewoon thuis voor de venster gezeten. Hè. De opene zondagsmorgen, de deur vliegt open hè, van de gang. Doen ik knots, de kramschoen door de gang. Hè. De deur is hier, dat is hoofdkwartier. Ja, nee, pa zei, hij is niks met een man. Dus moet je er terug bij te zetten, die was er, hè, pa. Hè. Ja, die doos dat. Die doos dat zeggen? Die doos dat, ja. En wij stonden het volk ten opzichte van de burgemeester op de kasteelheer? Ja, via mijn eigen pa, de burgemeester. Guske Nicolai was hij burgemeester. Hè. Wie? Guske Nicolai, August Nicolai. Ah. Moet na door de dingen is, de brouwerijs. Ja. Dat was van Guske Nicolai, hè. En die was de burgemeester? Die was de burgemeester, ja. Ja, en mijn neef was schepen en mijn pa was ook schepen. Oh. Zat die van schepen nu niet door ze dan. Ja, maar dus Guske dat was, ja. Die hadden nog camions. En ja, dat was ook dat buurenbietje en dat dit en dat dat. Guske, ja. Als u speciaal dingen zo misschien. Zo, ja. Maar verbruik. De meeste mensen kosten het kunnen niet stellen. Maar die hebben een speciale truc voor werkvolle gaan te nemen. Leg inderdaad. Als die een krijgt nodig had, hè. Ja. Die nodig straat, die moet bumpen kunnen eten. Smarrige zo zo'n bijt, ik zal dat wat. En als die rap had, wordt die aangeremd. Als die langzaam had, eerst hij altijd rappe eters, rappe werkers. Langzaam eters. Ja, doe ik als wel iets van zijn, hè. Zeg Jo, en wie zit je in de politiek gerold? Ha. Vertel het eens. We hebben just een naam genoemd. Nooit. Ja, die was in Brussel opgekomen en was hij opgekomen. Verkiezingen teniet. Ja. En dan Jeff Schuurmans. Ja. Die wordt hun burgemeester weer eens. Jeff de Kuster. Ook van Geert zeker. Die viel weg en die viel nog een weg. Want toen zijn ik opgekomen in Jeffsen plak en Nivel, een van de Nivels is ook opgekomen toen, veel onder zijn tweeën. De rest worden allemaal dezelfde. Dus zo zijn ik erin gerold. En je wordt eigenlijk verkozen? Nee, ik was eerst een opvolger. Ik ga een paar stemmen met de kot, ik was eerst een opvolger, maar dan hij direct ernaar Tony Rogge. Ze een ontslag gegeven en dan zijn iedereen gerold. Zeg Jo, heb je vroeger nog plezante anekdotes meegemaakt? Ja, ze toen bij Milden de Berg in de café op de Centraalse Steenweg. Vertel eens. Ja, dat was altijd plezier. Maar ik heb van zijn leven geweten dat ze door een wild varken dat geschoten was aan de deur aan smijten. Nul het café, ja, dat was maar zeven lief geweest. Ik kan van daar dan uit. En dan ook. Mijn onk, alleen de vrouw van een onk. Die had zo'n groot boerenpjaat. En Milde, als er ook kost klubben, plat afgezet, dan duidt er dat. Het was ook zo'n dag, zo warmelijk na. En je ziet hem aankomen bij zijn pjaat. Ik ook het veld werken. Hè. En Milde met een groene bok had. Ja, just al komt er een bloed te drinken. Er is nog een meter vallen, maar. Juist als het hem aan, poep, dat beert tegen het pjaat zijn pens. Ja. Dan komt George door. Het werk was gedaan in het veld en in slicht het uitruipen. Dan komt Noemke George in bij dat pjaat, hè. Dat boerenpjaat, hè. De café in, hè. Tot dan buffet. Oh. Geel Zwijnslenkens, zei hij dan.
Weet je nog zoiets? Ja. Dan Frit kan halen tussen traag. Hij was nergens niks. Dus als je er nog bent, geluid, is er maar nog 10 zeker in het laat. Allee, up. De Kuiper, werken de Kuiper, Zalliger. Die zou het regelen. Doe Mary Janssens bij. Nu het de kartongen, nu is de middeling af. Dan gezien ze traag. Dan voel ik dat toch niet beter, hè? Ze bestelden die Frit en die kippen zaten in de kartongen duwens. En dat is gewoon op de merderijen. En zo kan ze doen. Dan twee tovels zeggen die. Toen kwamen ze niet al eerst op uit. Kom naar me eten, zeiden ze. Oh. Dus had je zet de smolder op te eten. Maar ja, dat smokte toen, hè? Dat was allemaal zo. Dat was altijd zo. Doen was, doen, wat doen niet gebeurde, hè? Dat gebeurde nergens, hè? Maar het was plezant. Ja. Zeg, Joe. Agina zou mogen kiezen het leven van vroeger of het leven van na. Wat zou je kiezen? Ik zou ze allen twee nemen. Sinds bij Hatog dan na was. Hè? Dat is woord. Het leven van vroeger was heel moeilijk voor veel mensen. Voor mij misschien ook. Maar het was wel interessanter. Omdat de mensen leefden binnen je en leven je. Na is het allemaal even gejaagd. Hè? Ze hebben voor niks meer tijd. He, het is altijd een gor, gor, gor. En dat is het leven van na. Dat is mijn gedacht. Maar het is ertoe voor het lang leven dan. He. Zien dat ik vroeger geleefd had, na nog leefde. Ho, ho. Dan moet ik zo alles met u zullen hebben. Dat is mooi. Nee, iedere tijd is een charme gehad. He. En iedere tijd is een moeilijkheid gehad. Want na is alles schoon, verdoeg. Maar het is ook altijd niet gemakkelijk, hè. Ja, vroeger, nou ik kon ze maar het dien. Vroeger word je genoodzaakt van bedienen te blijven. De mama denkt aan me, bolt maar af als vrouw. Dat ging niet. Ja, na zijn, oh, ben ze de schuld. Hoor van hem, zie je. Zo is dat. En misschien dat je ook ze verdelen ze. Want als je er zit, zei ik vroeger. Je kost bekanderen, kanderen, duw het zien. En je kost niet het dien gewoon. En je moest zo leven sluiten. Dat was ook niet plezant, hè.